nou, gisteren en vandaag zijn de clinics vanuit Ready to Race. Dit uiteraard in het kader van de Tour de France PAN. Kinderen van de basisschoolleeftijd of VO, voortgezet onderwijs, die kunnen hier een clinic komen volgen. En vanaf groep 7 mogen ze op een echte racefiets. Dus ze krijgen een clinic over balans, maar ook gewoon het leren fietsen met een racefiets. Ja. En ze mogen hier op het parcours bij de Mol mogen ze dat meemaken. Ja, als vaste sport misschien niet, maar wel gewoon voor uitjes of zo. Ja. Nou, ik zou zeggen, jullie zijn natuurlijk al klaar. Ja. Wat hebben jullie geleerd? Hoe je op een fiets moet rijden. Hoe je op de fiets moet rijden en hoe je het makkelijkst door de bochten kan gaan en hoe de versnellingen werken en dat. Ja, nou ja, het doel is zeker dat kinderen weer gaan fietsen, dat ze echt in beweging komen. Dus echt het bewegen staat centraal. Maar het zou natuurlijk helemaal voor de Mol mooi zijn als ze denken van nou, ik wil dit verder doen, ik wil echt op wiel rennen. En dan kunnen ze dat hier op de club, kunnen ze dat uiteindelijk doen. Nee, Willy! Ja. Aan de kant zit een knopje. Het knopje kan je verstellen. Daarmee kan je je helm losser en vaster zetten. Even een vraagje. U bent de leerkracht. Ja. Hoe hebben de kinderen hier naartoe geleefd? Nou, vooral door enthousiaste verhalen van mij, moet ik heel eerlijk bekennen. Ja. Ja, en, omdat ik fiets ook bij de Mol. Dus ze hebben dit, ik kwam dit tegen. Ik denk, dit laat ik niet aan ons voorbij gaan. We gaan hier even lekker wat fietsen. Waarom moeten ze gaan fietsen? Waarom moeten ze gaan wielrennen? U bent een kenner. Dat is het mooiste wat er is, maar dat vind ik. Ja. Maar dus, als ik een ritje maak, ik fiets heel mijn hoofd leeg. En dat is lekker. Even wachten. Spannend, hè? Nee. Nee. Jij zei nee. Nee, ik zei nee. Oh, jij hebt al een keer op een racefiets gezeten? Ik heb er nog nooit op gezeten. Nee? Wel spannend dan, hè? Ja. En wat vind jij ervan? Ja, ik vind het wel grappig. Ja? Grappig? Ja, grappig ding. We gaan iets vertellen over de racefiets. Hoe een racefiets werkt. Welke houding je moet aannemen. Hoe je moet remmen. Hoe je moet schakelen. Hoe behendig je moet zijn op een racefiets. En dan gaan we allemaal met ze oefenen. We gaan dat zien. Ja, toch? Leuk. Ja, anders kun je niet. Hier zijn jonge kinderen aan het leren fietsen op een wielrenfiets. En niet alleen leren, maar ook gewoon ervaren en hoe leuk het is. En in de hoop dat ze een aantal van deze jongeren denken van, hey, verhip, dat is leuk. Ik ga wielrennen of pak wat vaker de fiets en ik zet het elektrische motortje uit. Je bent ervaringsdeskundige. Ja. En wat zou je ze aanbevelen? Wielrennen gezond, sportief? Gewoon lekker fietsen. Begin gewoon met lekker te fietsen naar je school. Zet die elektrische fiets uit. Of zet hem op zo'n laag mogelijk standje. Laat die spieren even lekker werken. En dat is heel gezond voor je. Maakt je hoofd lekker leeg. En je wordt er nog, we hebben van de week gehoord ook weer van Erik Zeder. Je wordt er ook veel slimmer van. Vandaag hoorde ik dat de regering 50 miljoen op de sport en vooral ook op de breedte sport wil doen. Ja. Wat betekent dat voor Dordrecht? Nou ja, wat dat precies betekent weten we natuurlijk nog niet. Dat moet er allemaal uitgewerkt worden in allerlei programma's. Maar ik denk dat sowieso elke euro die je bezuinigt op sport een verkeerde bezuiniging is. Omdat het niet alleen gaat over conditie, maar het gaat ook over samenleven, je ontwikkelen, samenwerken. Het raakt zoveel aspecten van het maatschappelijk leven dat een bezuiniging op sport echt een verkeerde bezuiniging is.